De deuren van de middelbare scholen blijven morgen gesloten. Dit heeft de Bond van Leraren vandaag besloten. De bond heeft, evenals het VOS-directeurenberaad onder leiding van Balram Soumeer, het vertrouwen opgezegd in minister Robert Penneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze vinden namelijk dat de bewindsman hun belangen niet op een waardige wijze behartigt. Daarnaast is het directeurenberaad niet te spreken over uitspraken die Penneu heeft gedaan in de Nationale Assemblée. De onderwijsgevenden vinden de uitlatingen van de bewindsman denigrerend en zien graag een andere houding van Penneu. De publiekelijke excuses van de minister heeft de leerkrachten niet tot andere gedachten kunnen brengen. Onze nieuwsdienst verneemt dat het VOS-directeurenberaad intussen een onderhoud had met vicepresident Ashwin Adin. In dat gesprek heeft de VP de leerkrachten verzocht een persstilte te houden. Het onderhoud dat gepland was met de Bond van Leraren is niet doorgegaan. Het is nog onduidelijk wanneer dit gesprek voortgang zal hebben.